Good morning YouTube! Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Delete.nl, oftewel Jeff. En vandaag live Capture the Flag, vrijdag. En de bedoeling is dat ik 3 caps binnenhaal. Zo, lekker peur. Hey, jullie zien het al in het plaatje. Dit plaatje is weer op... Ja, foto. Is weer opgestuurd door Jari via Twitter. En ja, Jari is gewoon de vaste man die voor mij mijn klasse maakt. Ik had toen op Twitter gezegd... Jongens, wie wordt mijn vaste man om mijn klasses te maken voor Capture the Flag vrijdag? Het is ondertussen alweer zaterdag. Gisteren had ik het idee. Gisteren was het vrijdag en toen had ik het idee dat het donderdag was. En vandaag is het zaterdag en ik heb het idee dat het vrijdag was. En dat komt allemaal door mijn wisseldiensten. Maar goed, ik probeer wel eraan aan te houden. Maar ja, zo zie je me weer. Het kan dus niet altijd. Nou hoop ik niet dat deze game al heel lang is begonnen. Ik speel dus met een heel zwaar wapen. En... Oké. Goed man. Scorestreak. Oh ja, ik moest nog even mijn Predator of mijn Hellstorm missie. Die moet ik even invullen. Zo, nu heb ik alles zoals hij heeft gezegd. Wauw. Zal ik er gewoon in blijven dan gewoon? Wauw. Ik heb vanmiddag nog even een videootje geüpload, jongens. En dan vertel ik een beetje in hoe je moet livestreamen. Ook hoe je games bijvoorbeeld voor Minecraft kan opnemen. En hoe je dat dan... dan neem je dan gewoon op. En dan kan je dat natuurlijk gaan bewerken. En kan je uploaden naar je channel. Misschien een leuke video voor jou ook, weet je. Dat je zoiets, nou, ik wil toch wel wat gaan doen. En ik weet nog niet precies wat. Hoe ik het moet opnemen, of weet ik veel wat. Check dan gewoon die... die video even. Nou, dit is de klas van Jari. Dit is het eerste potje, dat is goed. De tijd, nou ja, dat ken ik al. Oh, what the fuck. Het is echt een nadeel als je gewoon halverwege in een potje komt. Mijn hele team is dood, joh. Wat ik wou zeggen is, ja, het is een nadeel als je halverwege in een potje komt. Want, godsamme, je zit helemaal niet in die flow. Dus, dat is wel erg naadje. Oh, wat erg allemaal. Ik word er helemaal gek van. Helemaal para. Er is camp overal ondertussen. Het zware wapen. Ja, wat moet je ermee? 10 maten. Kom op nou. Blijf er gewoon in. Ondertussen zijn we nog met z'n drieën. Met z'n tweeën. Straks ben ik nog alleen over. En dan moet ik 3 caps binnenhalen. Tuurlijk. Zie het er helemaal voor me. Hou je kop, man. Het is een... Oh. Het zijn echt kinderen van een jaar of 10 of zo, weet je. Als je die stemmen hoort al, dan word je er al helemaal chagrijnig van. Niet dat ik daar wat op tegen heb, maar dat zijn wel vaak van die snijpgasten, weet je. En daar word ik wel helemaal dol van. Kom aan, en we orbital, alles hebben we tegen. Zo. Eén voordeel, je hoeft niet zo heel snel te reloaden. Oh, random. Oh, natuurlijk sta jij daar, oh. Natuurlijk had ik een slechte aim. Dramatisch. Nou goed, ik weet nou al gewoon dat ik gewoon niet de 3 caps binnen ga halen. Dat is wel heel erg balen allemaal. Ja, je hebt orbital met je vlag en dan haal je weer een orbital, want zo goed ben jij. Moet ik kijken, wat ben je nou in godsnaam aan het doen, teammaat? Oh, en dan moet ik zeggen, dit is al de tweede keer dat ik het opneem, hè. En net was het ook al zo'n potje, en nu weer. En het is gewoon... 3 keer kloten. Als je dit soort shit hebt, what the fuck. Die gozer met die kutvlag weer. Kom op, man. 2 tegen de rest. Eigenlijk is het 1 tegen de rest, want die andere doet helemaal geen reet. Oh, hij is dood. Ze hebben hem nog dogs ook, what the fuck. En wat is er met die fucking game toch aan de hand? Tuurlijk, jullie zijn goed, man, nee. Het is alle tegen 1. Wauw. Ik blijf gewoon spelen, ik blijf gewoon doorgaan. Maar sorry Jari, ik stap toch even over naar een andere klas. Deze dan maar. Afblijven, afblijven. Opdonderen. Er is niks van jullie bij, het is gewoon van mij. Wow. Jij ook afblijven, UAV, lekker. Oh, even weg hier al. UAV inbound. He. Maakt niet uit dat ik dood ben, ik heb hem wel. 6 om 7. Het is niet normaal. Ik ben hier. Oh shit, ik heb natuurlijk... Oh, wat dramatisch. Ik heb natuurlijk nou die... die tomahawk. Hoe zullen ze zich nou voelen, jongen? Ik durf te wedden dat ze zich onwijs pro voelen. Hier al. Zeg, wat raar! Hoe zou het nou toch kennen? Dat ik alleen maar gekild word? Ik zou het niet weten! Nee, echt niet! Ik zou het echt niet weten, hoor! Waarom zal ik nou als enigste gekild worden door die fucking teringding? Niet normaal. Hoe voel je je? Zeker pro. En dan nog camp ook, hè. 6 tegen 1. En gewoon keihard in een fucking hoekje zitten campen. What the fuck. Hebben ze gewoon... hoe noem je dat? Ik denk het wel. Onwijs. Ze hebben gewoon een... nou, ik weet niet eens hoe dat kudding, hoe dat heet, man. Hoe zal jij je nu in godsnaam voelen? Hier, vreet dat ding op. Oh, het had mooi geweest als ik hem had geraakt, hè. Een pop, zo is harses. Dan voel ik me wel goed, hoor. Dan wel. Maar hoe zal hun ze zich voelen, jongen? Hey? Of ze voelen zich heel goed, of super pro. Dit is niet te doen om zo te spelen. 7 om 12, 1 tegen de rest. En zit het dan met nog eentje? Ja, die doet nogal veel! Ongelooflijk. Wat een gasten. Wat een... Weet je wat mooi is? Bij Battlefield, als je dan mensen bijkomen en je hebt gelijk een aantal dingen, dan begint hij lekker overnieuw. En dat is de voordeel. En bij dit is gewoon zo'n verrekte game dat... Weet je, het schiet allemaal voor geen meter op. En me rekken en me hopen dat hij zijn nucleair haalt. Dat is ook nog zo spannend, weet je, je nucleair. Alleen zo'n kutplaatje in je beeld. Pro, hoor. Nou. We blijven er gewoon even in om te kijken wat er gaat gebeuren. In de hoop dat ik ook nog eens een keer wat teammaten krijg. Ik denk het niet, het zal wel niet. Er wordt wel een heel lange aflevering. Maar jongens, dit kan ik toch niet uploaden zo. Wat moet ik hier nou in godsnaam tegen doen? Ik ben al geswitcht naar mijn Ghost. Ik ben al geswitcht naar een ander wapen. Ik weet dat echt niet, jongens. Ik kan hier gewoon helemaal niks mee. Ik heb er nou 3 bij. Die ene die heeft nog een ene kloot gedaan. Nog niet eens 1 kill gemaakt. Het is gewoon heel erg treurig. Dat is het gewoon. En dit is alleen maar... Ja, ik weet het niet. Ja, we krijgen een hele nieuwe lobby. Een hele andere lobby. Ook beter ook, want... Trouwens, hele andere lobby's, ze blijven er gewoon in. Ze voelen zich zo, alle Jezus, goed. Echt. Heb je 2670 punten. En waarom? Omdat hij een dikke streak had van een zwarm, zo heette dat ding. Dan ben je echt goed tegen 1 persoon. Maar goed, we gaan het nog een keer proberen. En ik wil gewoon tegen deze gasten spelen. Ik wil ook gewoon... Kijk, nou is het splitten. Ik wil die gasten gewoon helemaal kapot maken. Ik wil ze dik inmaken. Ik wil alle caps wat er maar kan behalen, wil ik binnenhalen. In 1 keer, weet je. Dat ik gewoon die hele... Ik neem gewoon een hele tas mee. Daar heb ik allemaal vol met die vlaggen. En dan neem ik gewoon die hele tas mee. Nee, jongen. Wat een gasten. Jongens, nogmaals. Welkom op Gargo. Live. Capture the Flag met de klas van Jari. Dat is deze klas. Een heel zwaar wapen, maar dat maakt niet uit. Ik ga die gasten nu fucking ownen. Mits mijn teammaten erin blijven zitten. Maar ik ben bang dat er nog wel vriendjes zijn en dat ze dan gaan lieven, weet je. Dat ik dan gewoon de enigste ben in die hele game weer. Net als net. Oké, nou komt ie. We lopen gewoon onderlangs. En ja hoor, ik sta achter hem en ik ben als eerst dood. Ik kan het ook niet erg vinden met dat wapen. Ik moet toch die vlag binnenhalen. Het draait ook allemaal zo truttig, weet je. Hier, Freekja, die is even op. Godsamme. Options. Even een tikje hoger zetten, misschien gaat het dan beter. Our flag has been taken. They dropped our flag. Nou, als je één dan is het gewoon helemaal zeuren. Enemy flag acquired. Hehehe. Ik ben pro, ik ben super pro. Wauw! Wat sta je verschut met je gecamp? En jij ook trouwens. Olé, olé. Ben 1, ben nog 2, olé. Nou, even kijken hoor. Wat gaat er gebeuren? Wat gaan we doen? We gaan met dat kleine handwapentje spelen. En waarom? Omdat ik daar gewoon even wat sneller mee ben. Ik heb je gezien. Hup, vreet mijn C4. Waarom laat ze geen pakketjes achter? Dat is ook dramatisch. Zit hij achter me te campen daar met zijn rolstoelplaatje. Daarom campt hij. Hij zit in een rolstoel. Niks tegen mensen in een rolstoel hoor. Maar bij dit soort gasten. Wauw, wat professioneel weer. Ook zo goed bedacht, weet je wel. Weet je wat? Ik heb een goede tactiek. We gaan in een hoekje zitten kutten. Nou, die is even te ver voor mij. Dus even kijken of we een beetje kunnen flinken. Ik weet niet of ik... ik weet niet waar die staat, die gozer. Dat was mis. Dubbe, dubbe, dubbe. Even zien. Best wel veel schiet op die gasten. Be advised, hostile UAV incoming. Ja, sniper down. Lekker. Oh, nu zit ik daar al. Oh, wat erg dit. Oh. Het wordt tijd dat je vader die Xbox afpakt en dat hij dat ding aan het raam flikkert. Godsamme, zeg hij. Nou ja, dat zal hij wel weer niet doen, want hij had net voor zijn vakantiegeld die fucking Xbox voor je gekocht natuurlijk. Even kijken waar ze zitten. Daar zit hij niet meer, dat was wel heel jammer. Wat moet je nou man met je messen? Nou, dan pak ik die vlag wel, dankjewel. Hoop ik niet dat ik van die campertjes tegenkom. Die liepen achter me, ik heb hem even geïMP'd. Zie je op de stip? Dan kunnen we in ieder geval die vlag binnenhalen. Ga aan de kant, groen boys. Anders ga ik nog dood ook door jullie. Of ze zitten er niet bij en als ze erbij zitten, dan lopen ze dik in de weg. Zal hem al hebben? Ja, heb hem nog. Jij spant wel heel lekker daar, ook. Nee, tuurlijk, want ik zit gewoon in die span te lopen nou. Het is jammer dat ik hem wegdruk, dan had je gewoon kunnen zien. 6 om 9, 1 capture, jongen. Ga je zo direct blind maken. Even kijken waar ze uithangen. Oh, bits, katje nog, of niet? Ik dacht dat ik hem nog kilde ook. Dat is wel jammer. Ik dacht dat ik hem nog kilde. Dit is wel heel erg zuur. Jongen. Nou ja, goed. 1 cat binnengehaald. Ik moet er nog 2, jongens. Dus daar ga ik echt voor. Het jammer is, ik heb geen ghost gekregen van Jari. En dat valt me een beetje tegen, hè? Normaal gesproken krijg ik ghost van hem. Maar goed, dit keer niet. En het is niet zo erg, weet je. Het is niet erg om eens een keertje niet met ghost te spelen. Want, ja. Vreet op. Godsamme knijters. Want wat ik wel heb gekregen van hem is Counter-Uffi. En dan kun je ze in ieder geval in mappen dichtgooien. En dat is op zich wel ook wel heel lekker en heel fijn. Dus even kijken waar ze uithangen. Ik ga hem even dichtgooien nu. Waarom doe ik dat? Omdat mijn teammaten de vlag hebben gepakt. Tuurlijk, Counter-Uffi is meteen uitgeschoten. Ga dood! Machtklapper. Tuurlijk, en dan word ik weer gespreid maar door zo'n rolstoelidioot daar alweer. Waarom doe je dat als plaatje, jongen? Dat gaat toch helemaal nergens over? Het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed. Even kijken. Even kijken. Kom maar met je vlag. Ik zal wel binnen doorlopen. Geluid alleen al, weet je. Het loopt al zo dik lomp, weet je, met dat wapen. Dit klinkt toch een stuk beter. Tok, 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 tok. Groenboy. Even pleiten hier. Groenboy, ze zien je leggen, hoor. Ik zei het toch. Attenooi en weer die gozer, hé. Niet normaal. Hier moet ik nog langer wachten. Kom hier met dit wapen. Of met die vlag. Even kijken wat er gebeurt. Dikke faal. Wauw! Die game is al vanaf november uit en dan spelen ze nog met van die fucking bouncy baddies. Niet normaal, man. Enemy flag acquired. We dropped their flag. Be advised, hostiles have returned their flag. Even kijken, hoor. UAV inbound. We gaan eens even die vlag ophalen, want ik loop nou een beetje... Enemy flag acquired. Oh, waar kwam jij vandaan? Even kijken, er liet geen pakketje achter, nee. Krijg een headshot, what the fuck, hoe dan? Moet je kijken wat er gebeurt. Ik ben al weg, hoor, Daro, ik weet het niet. Nou, we gaan die vlag toch echt even ophalen, nou. Ja, ze zien mij, hij blijft toch wel zitten campen, Daro. Opdonderen. Dit is mijn wijk. Zo, nou, we hebben hem weer aangeraakt. In mijn rug. Ja, wel, zie je? What the fuck, ik dacht al, ik hoor hem, maar ik dacht... Toen draaide ik me om en ik denk, oh, teammaat. Ik denk, nou, niet waar. Ja, toen was ik al dood. Niet normaal, fuckers. Maar met die maten, man, wel lekker. Nou, dat ga ik niet redden qua tijd. En qua gasten hieromheen. Nee, dat dacht ik al. Dat gaan we niet redden. Oh, dramatisch. 19 op 13. Nou, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ik heb nog 1 return en 1 capje. Maar goed, zoals je ziet, de game is helaas niet meer speelbaar. En dat vind ik heel erg zeuren en echt heel erg jammer. Ik denk ook dat ik het minder ga uploaden. En gewoon omdat ik er gewoon niet zoveel meer plezier in heb. En waarom zou ik iets doen als ik er geen plezier in heb? Er komen heel veel leuke andere dingen aan, dat weet ik nu al. Trails evolution met Paul. Ik ga morgen nog even de warming up. Ga ik eventjes voor jullie ja, laten zien eigenlijk. Zal ik even morgen uploaden. Vandaag had ik ook nog eens even een video gemaakt. Zodat ik jullie weer een beetje kan helpen met livestreamen en dat soort dingen. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Morgen komt er ook nog een MW3 videootje, tutorial, gewoon een commentary online. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. En ik spreek jullie later.